Want we starten vanavond met een laf en gemeen misdrijf. In Amsterdam wist een vrouw een afgesloten complex met bejaarde woningen binnen te komen. En daarna heeft die vrouw vermoedelijk deuren van bewoners getest. Net zo lang tot er eentje open was. Een meneer van 78 ziet ineens een vrouw midden in zijn kamer staan. Die vrouw vraagt heel brutaal om een vuurtje. Die man stamelt nog dat hij helemaal niet rookt. Waarop die vrouw naar zijn telefoon grijpt met in het hoesje zijn bankpas en die zo meegist. Ja, meneer was zo in de war dat hij niet meer wist wat hij moest doen. En eigenlijk gewoon bang binnen is blijven zitten. Nou, doordat zijn telefoon was gestolen, kon hij niemand bellen. Doordat zijn pas was gestolen, kon hij geen boodschappen doen. En eigenlijk is de diefstal pas een paar dagen later ontdekt toen de thuiszorg langskwam en zag dat meneer bijna niks meer in huis had. Echt heel gemeen en laf dus. U kunt er iets aan doen. Deze mensen zijn bij de diefstal betrokken. Deze opvallend kleine vrouw met de bench hoodie gaat als eerste met de pas binnen. Zij is mogelijk degene die ook bij meneer was. Zijn omschrijving van de dief lijkt op deze vrouw. Wie herkent de vrouw met het wat pafferige gezicht? Haar zwarte haar was destijds lang. Ze lijkt het hier in een knot onder haar capuchon te dragen. Wanneer ze pint met meneers pas, zien we dat ze rookt en de tatoeage op haar rechterhand. Nadat ze hier onder andere cashgeld van meneers rekening heeft aangepakt, gaat de pas over in andere handen. Een dag later hebben deze mannen hem. Let op het wat trekkende been van de rechter. En dit is de man die net links liep. Hij lijkt wat ouder. Wanneer hij zo de kaartautomaat onderzoekt op station Utrecht Centraal, moet u even op zijn handen letten, vol met ringen. Samen met de andere man die de pas van het slachtoffer vast heeft, lukt het uiteindelijk om een aantal betalingen te doen. Hoe ze zijn pincode wisten, is niet duidelijk. De man met de pet met de A en het trekbeen staat later die dag nog in Amsterdam. Ook hij draagt nogal wat sieraden, maar let vooral op zijn gezicht. Uiteindelijk lukt het niet meer om de pas te gebruiken, omdat de bank die heeft geblokkeerd na de verdachte transacties. De politie wil graag tips over elk van de drie mensen die profiteerden van een kwetsbare oudere man. Wie zijn het en waar zijn ze mogelijk te vinden?